welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over het eerste seizoen van de Amazon Prime-serie Sausage Party Foodtopia. En dit is dus een vervolgserie op de Sausage Party film, waar ik toentertijd niet per se de allergrootste fan van was. De film had op zich wel zijn momentjes, het was hier en daar wel grappig, maar ik had het gevoel dat het iets te veel leunde op de shockfactor en dat het verhaal eigenlijk heel erg gebrekkig was. Ik ben dus ook wel blij om te zeggen dat voor mijn gevoel deze serie zijn verhaal ietsje serieuzer neemt en dat er dus toch wel gewoon een aardige rode draad door deze 8 afleveringen heen lopen. Met een titel zoals Sausage Party moet er natuurlijk wel heel veel seksuele innuendo's in zitten en dat hebben ze er ook zeker niet uitgehaald met Foodtopia. Het voelt op dat vlak wel gewoon als dezelfde stijl humor als de film. En het is ook weer geschreven door Seth Rogen en Evan Goldberg en die werken natuurlijk vaker samen. Die produceren ook The Boys en zo, maar Foodtopia is toch wel gewoon wat meer een throwback naar die ouderwetse Seth Rogen humor. Ik zie veel mensen de laatste tijd een beetje zeggen dat ze Seth Rogen zat zijn en ook de stoner humor in het algemeen, maar ik denk dat Sausage Party in principe net verschillend genoeg is dan de gemiddelde stoner Seth Rogen humor. En het is ook wel tof dat ze grotendeels de cast van de film gewoon weer terug hebben voor deze serie en het voelt op dat vlak wel gewoon aan alsof het film kwaliteit heeft. Helemaal als je het vergelijkt met de Megamind serie bijvoorbeeld, dat voelde echt aan als een ouderwetse tv-serie met een veel lager budget, terwijl dit voelt wel gewoon als een doorzetting van Sausage Party. Maar het concept van deze serie is deze keer dat er dus een gevecht uitbreekt tussen voedsel en de mensheid en dat voedsel de oorlog wint. En het lijkt er dus eventjes op dat de mensheid uitgestorven is, maar door de serie heen komen toch nog wel hier en daar wat mensen voorbij. Maar de focus van de serie ligt dus vooral op het voedsel die nu moet proberen om een eigen society op te bouwen en dus ook bepaalde ideeën van de mensheid gaat uitproberen. En je kan het dus vergelijken met Zootopia bijvoorbeeld, hoe ze daar dus dieren gebruikten om commentaar te leveren op de sociale maatschappij van de mensheid. Alleen ja, met schrijvers zoals Seth Rogen en Evan Goldberg die meestal redelijk woke zijn, dan weet je natuurlijk wel wat voor soort kritiek je kan verwachten in dit eerste seizoen. En hun hele poging om kapitalisme zwart te maken voelt wel een beetje zwak als je kijkt naar hoe deze serie dus alle verschillende soorten voedsel die kapitalisme ons gebracht heeft gebruikt als materiaal voor deze serie. En natuurlijk moet er ook wat politieke kritiek in zitten. En dan heb je een grote evil orange man die in dit geval dus letterlijk een sinaasappel is. Maar het is wel duidelijk dat de Trump derangement in deze serie ook wel sterk aanwezig is. Maar ik denk wel dat het gewoon op zo'n mate gedaan is dat het niet per se afdoet aan de humor en de kwaliteit van de serie gelukkig. De personages in de film vond ik eigenlijk best wel zwak, terwijl voor mijn gevoel nemen ze in deze 8 afleveringen wel eventjes de tijd om ze allemaal iets meer te ontwikkelen. Het feit dat we worden achtergelaten op een cliffhanger geeft mij dus ook wel hoop in een tweede seizoen waar ik op dit moment dus ook nog wel redelijk voor open sta. En dat terwijl ik eigenlijk niet heel erg geïnteresseerd was in dit eerste seizoen, moet ik zeggen dat deze eerste 8 afleveringen me toch positief verrast hebben. Want ik denk wel dat het een stapje vooruit is op de Sausage Party film. En ik denk dus ook dat als je wel al fan was van Sausage Party als film, dat er een goede kans is dat je Foodtopia ook gewoon geweldig gaat vinden. Maar hij is nu dus te streamen op Amazon Prime. Laat me vooral weten wat jij van dit eerste seizoen vindt wanneer je het ook gezien hebt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.